Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Absolute Motors, waar we auto's mooier, beter en sneller maken. Iets wat we hier niet vaak zien, maar wat we wel mooi hebben gemaakt, dat is deze Audi RS3 in InnoStick Midnight Blue. En het ziet er fantastisch uit. Vorige week hadden we het ook nog eventjes over een G-klasse die in verde velocity gered wordt. Dus die gaan we straks laten zien. Hoe kunnen we nou met minimale aanpassingen een Targa GTS nog mooier maken? Door het spuiten van het ongespoten kunststof in hoogglans zwart. Daardoor krijgt die auto gelijk een veel luxere, duurdere uitstraling. Het is natuurlijk best wel een dure auto, dus dan mag het ook wel uitstralen. We hebben dan wel voor een satin black striping gekozen om wat sportiever te maken. En het satin black komt wel weer terug ook op de velgen. Het is niet dat dan allemaal niet klopt bij elkaar. De ruiten zijn getint. Voor hebben we de lichtste tint gebruikt, maar achter best wel donker. En dat is zeker bij de Targa heel erg gaaf. Want dan lijkt je een extra stuk dak te hebben. Ja, dat dak zit er natuurlijk wel, maar het ziet er wat stoerder, wat dichter. Anders uit. Gewoon gaaf. De diffuser is ook gespoten, hoogglas zwart. En deze hebben we aangepast. De uitlaattips niet, die zijn standaard. Maar de linkpijpjes die hebben we gedaan, waardoor die veel beter klinkt dan origineel. Dat is het voor de Targa. Ondertussen staat hier ook een hele mooie RS3. In InnoStick Midnight Blue gewrapt. Jordan is inmiddels de auto aan het polijsten en aan het coaten. Ja, en heel eerlijk. Het is echt een wereldverschil met hoe dat deze auto binnenkwam. Ik vind hem echt heel gaaf geworden. Nu zou je denken dat het niet is gelukt met de verde Veloci, maar dit is gewoon een andere G-klasse. Deze staat namelijk bij onze PPF-afdeling, dus de voorkant van de wagen hebben we voorzien van X-Pel. X-Pel Ultimate Plus, dat is voor de hoogglansauto's. Die beschermt het tegen krassen en tegen steenslag. Dat is niet helemaal waar, want ook de folie krijgt gewoon krassen. Dit mag ik gewoon doen omdat de folie erop zit. Dan kan je krassen zien. Maar op het moment dat het warm wordt, dan vloeit het weer strak uit. En dat is top. We gaan de auto ook nog polijsten en coaten om hem in zich heel te beschermen. Dit is leuk, maar we gaan nog even naar de verde Veloci uitvoering. Ja, dit is toch wel echt een winnende combo. Als je ziet hoe die kleur op deze auto staat in combinatie met het interieur, dat is top. Toch? Ja, ik vind het
Jorn zegt van wel. Ja. Ilias? Ook. Oké. We zijn het er allemaal mee eens. Dit gaat gewoon heel erg tof worden. Het is een Brabus uitvoering. Dikke Brabus wielen. Veel carbon aan de buitenkant. En dat is natuurlijk top. Ze zijn nog wel even bezig. Maar het eindresultaat is al in zicht. Ik heb altijd een beetje moeite met de uitspraak van Italiaanse namen. Zo ook van deze Ferrari 430 Scuderia. Ik denk dat het goed is, maar we weten allemaal waar ik het over heb. Wat een pareltje. Nou, eigenlijk mag je dit niet noemen, want dit is gewoon een race uitvoering van de Ferrari F430. Ja, en dit is natuurlijk wat je wilt hebben. Dit is de hardcore uitvoering. In dit geval van de eigenaar @DutchScuderia, mocht je hem willen volgen op Instagram. En deze kon wel wat liefde gebruiken, want het is geen nieuwe auto. Ze worden ook al een poosje niet meer gemaakt. Het is alweer een jaar of 12 geleden dat de laatste van de band kwam gerold. En dan wordt zo'n auto gebruikt. Het gaat soms ook niet al te mild. En dan kan die wel een beetje een opknapbeurt gebruiken. Ik moet zeggen, deze ziet er wel heel goed uit nog. Veel beter dan het gemiddelde wat we tot nu toe hebben gezien. De voorkant van de auto, die stond in een steenslagfolie, geen X-pel, dus die was verkleurd en die had een beetje een sinaasappelhuidje. Dus dat was gewoon niet mooi. Sideskirts ook. Dus die hebben we er nu al afgehaald. Vervolgens gaan we de lak gaan we voorbereiden om hem weer opnieuw in de steenslagfolie te zetten, maar dan X-pel. Als de X-pel erop zit, dan gaan we natuurlijk ook nog coating aanbrengen, want ja, we willen eigenlijk heel de auto beschermd hebben. En ook X-pel weer beschermd hebben. Want als je op een zomeravond bent wezen rijden en je pakt een hoop vliegen aan de voorkant, wat je op dat geel natuurlijk heel goed ziet, dan wil je niet dat die vliegen in je folie gaan vreten als het ware. Dat je van die strepen allemaal aan de voorkant ziet. Maar dat je ze gewoon eenvoudig af kan wassen. En dat is weer op het moment dat er een coating ook over de folie heen zit. Ik vind het een hele bijzondere spec om te zien, want tot nu toe zijn ze eigenlijk altijd wel rood geweest. En een gele, nou, ik kan me niet herinneren dat wij een gele binnen hebben gehad. Maar ook het interieur. Ah, ik vind dit zo gaaf. Er is echt enorm veel gedaan om het gewicht naar beneden te krijgen van deze auto. Ze hebben uiteindelijk 100 kilo eruit weten te halen. Ja, en 100 kilo, dat klinkt misschien niet veel. Maar het is wel veel, zeker als je maar een tweezitter hebt. Je kan niet een achterbank eruit trekken die 50 kilo weegt. En je moet het echt van de isolatie hebben en van de stoelen. Carbon kuipstoelen met fantastisch mooi alcantara erop met een geel stiksel, geperforeerd in het midden. En dan de bodem, dat is een traanplaat. Ja, je ziet de kitnaden zitten, de popnagels. Zo hardcore. Ja, ik vind het fantastisch. Carbon plaat aan de binnenkant, alles racy. Ja, het geluid ook van deze auto, ja. Die kan ik niet laten horen helaas. Dat moet je een beetje tot de verbeelding overlaten. Ja, of je gaat natuurlijk nu googlen op andere filmpjes van de Scuderia, maar dat is wel de moeite waard. Want die is echt fantastisch, net zoals deze uitvoering.
Ja, wat als een standaard Range Rover Velar het niet meer doet? Tenminste, het niet meer doet. Misschien heeft je buurman al een Velar. En dan zeg je, ja, ik wil niet dezelfde auto gaan rijden als de buurman. Dan hebben we Urban Automotive. En zoals je kan zien, is dit echt een heel bruut en vooral dik pakket. Het OEM Plus, dus het zou bij wijze van spreken origineel kunnen zijn, maar dan net iets dikker. Dat is wel zeer geslaagd op deze auto. Combinatie van zichtbaar carbon en gelakt carbon. Want ook de bumpers zijn volledig carbon, maar dan wel in kleur gemaakt. Om het weer een beetje die originele look te geven. Ja, die grote grillen in de voorbumper, carbon lijst onder de voorbumper, dat maakt natuurlijk wel heel erg vet. Dat carbon, dat zie je ook weer terug aan de zijkant en op de spiegel. Met een hele dikke sidestep, waarbij je zo'n SUV eigenlijk niet kan ontbreken. Carbon spoiler en natuurlijk, dat is ook heel erg typerend, dat moet passen bij de voorkant. Een hele grote dikke carbon diffuser met flinke uitlaatstukken. Iets wat die origineel zeker niet heeft. Ja, wat mist er dan nog op dit moment als je hem zo ziet? Ik wijs er al een klein beetje naar. De velgen. De remklauwen hebben we wel al gespoten, maar er kunnen wel nog net even een maatje grotere en dikkere velgen onder. En dat gaat ook gebeuren, alleen ze moesten nog geproduceerd worden, dus gaan we hem even opleveren. Hij gaat naar de Jaguar Land Rover dealer in België, Schrek. En dan gaan zij hem in ieder geval afleveren, want dan kan de klant ermee op vakantie gaan. Als hij terugkomt van vakantie, dan liggen er een paar hele mooie velgen te wachten. Thank you for watching, guys. I hope you've really enjoyed this video. As always, leave a comment in the box below about your favorite car in this episode. Don't forget to like, subscribe, give us a thumbs up, and I will see you in the next Absolute Motors YouTube video.